Het bekende kalmoeskruid heeft vele goede eigenschappen. Deze komen in smaak en geur het best tot hun recht in Hooghout Kalmoes Berenburg. Uit Groningen. Ah, nee, hè? Waar geknoeid wordt, wordt geknepen. Met shout. Knijp in de fles, spuit op de vlek. En in de gewone hoofdwas rekent shout af met de moddervlek. Shout. Een simpel kneepje maakt inweek en voorwas overbodig. The Great Roy Orbison. Nu verkrijgbaar. The very best of Roy Orbison. Beleef het opnieuw, want hij is terug. The very best of Roy Orbison. Op LP, cassette en binnenkort een perfecte CD. Mischief, geparfumeerde bodyspray voor je hele lichaam. Mischief, jouw geheime wapen. Samen een Bobadilla. Sherry voor mooie momenten. Morning, sir. 5 o'clock. Voel het altijd zo vroeg. Ja. Zeg, zou ik dadelijk ergens kunnen bellen, denk je? Hoezo? Bellen? Ja, de zaak. Er zijn weer problemen met de facturering. Daar heb je toch computers voor? Ja, ja. Zo, welke dan? Philips. Wie? Philips! En je magazijnvoorraad dan? Ook Philips? Aha. Dat was zeker wel even wennen voor je personeel, hè? Nee, heeft Philips hem opgeleid. Zo. Dan loopt de nood eens iets stuk of zo? Nee hoor. En als er wat is, dan bel je eens even. En hoe doe je dat met al die verschillende vestigingen? Ah, simpel. Telecommunicatie is dan net een specialiteit van Philips. Hey zeg, en hoe moet het nou met vissen? Zoek dat zelf maar uit. Als het weer gemene dingen doet, kan je beter Natterman-pastilles bij de hand hebben. Goedenavond, dames en heren. Door de explosie in een chemische fabriek in Basel blijkt de Rijn veel ernstiger vervuild dan tot nu toe werd gedacht. Bij de brand die volgde op de ontploffing kwam een rode kleurstof vrij. Een deel stroomde in de Rijn. Volgens het bedrijf was de stof niet giftig. In Duitsland wordt daar anders over gedacht, nu in de buurt van Karlsruhe de vissen massaal doodgaan. Ook paling drijft rond, een vissoort die vrij goed bestand is tegen vervuiling. Ook in ons land wordt rekening gehouden met massale vissterfte als het vervuilde water hier komt. Om besmetting van het drinkwater te voorkomen, moeten de drinkwaterbedrijven mogelijk maandag stoppen met inname van water uit de Rijn.
Het Rijksinstituut Zuivering Afvalstoffen houdt de kwaliteit van het water scherp in de gaten. Direct na de explosie bij het chemisch bedrijf afgelopen vrijdag werd het rampenplan voor de stad Basel afgekondigd. Er was een gaswolk ontsnapt en iedereen moest binnenblijven. Later bleek de wolk niet giftig te zijn en ook over de ontsnapte kleurstof maakte het bedrijf zich geen zorgen, want ook die zou niet giftig zijn. In de Tweede Kamer zijn de regeringsfracties van CDA en VVD het met elkaar oneens over de vraag wat er nu met de ambtenarensalarissen moet gebeuren. De twee fracties trekken namelijk verschillende conclusies uit het rapport Albeda, waarin staat dat de overheid als werkgever tekort is geschoten. In Den Haag, Gerard Arninkhoff. Nou, die totale financiële ruimte in het regeerakkoord aangegeven is de komende 4 jaar zo'n 2 miljard gulden. Ik denk dat er binnen dat kader tussen de minister en de bonden van overheidspersoneel toch afspraken mogelijk moeten zijn. Dan maar loonsverhoging in plaats van arbeidstijdverkorting. Ja, ik heb er problemen mee om als lid van de Tweede Kamer, als lid van de VVD-fractie te zeggen, die ruimte is er en je moet het op deze wijze verdelen. Ik denk dat één van de elementen in de uitspraak van de commissie Albeda nu juist is, zorg dat er open en reëel overleg mogelijk is. Maar de CDA Paulus denkt er anders over. Dat bedrag is er wel, maar is bestemd om arbeidstijdverkorting mee te betalen. Want langs die weg moeten er nieuwe banen komen, vindt hij. En werkgelegenheid staat voorop bij het CDA. Bij het CDA telt herverdeling van werk heel sterk. En daarom vind ik dat wat in het regeerakkoord is afgesproken, waargemaakt moet worden 20.000 tot 25.000 mensen weer aan werk geholpen. Daar is dat geld voor bestemd. Wat vindt u van de suggestie van de VVD op dit punt? Dat is een beoordeling van haar. Wij sporen op dat punt niet helemaal. President Reagan wil zijn revolutie, zoals hij dat noemt, de komende 2 jaar voltooien. Zelfs met een congres waarin zijn tegenstanders, de Democraten, geheel de dienst uitmaken. De Amerikaanse president zei dit vanavond in een toespraak tot de staf van het Witte Huis. Reagan reageerde voor het eerst op de uitslag van de tussentijdse verkiezingen die voor zijn Republikeinse partij teleurstellend verliepen. This is not the outcome we sought. But our agenda remains unchanged and I look forward to its attainment. In a word, the challenge now before us is simply this: to complete the revolution that we have so well begun. 3 aims must be met. We must make America more prosperous, more productive, and the world more peaceful. To those who say it cannot be done, I'll only say this in reply. The only thing that cannot be done is to allow the stirring challenges that face us to go unanswered. For 2 years more, my friends, let us make history together. Thank you for all you've done. God bless you. Voetbal. 2 Nederlandse clubs hebben de volgende ronde bereikt in het Europese bekertoernooi. Ajax en FC Groningen. In Athene speelde Ajax met 1-1 gelijk tegen Olympiakos. Ajax gaat door omdat het thuis met 4-0 had gewonnen. Groningen speelde ook met 1-1 gelijk in Zwitserland tegen Neuchâtel. Thuis was het 0-0 gebleven, zodat het ene doelpunt van Groningen de doorslag gaf. Feyenoord tenslotte verloor in Rotterdam opnieuw van Borussia Mönchengladbach, nu met 2-0. De eerste wedstrijd hadden de Duitsers al met 5-1 gewonnen. En dan nog een kort overzicht van nieuws dat we eerder vandaag uitzonden. Het vliegtuigconcern Fokker heeft vandaag een order gekregen van bijna 5 miljard gulden. Daarvoor moeten 40 Fokker 100 toestellen worden gebouwd. Ze zijn bestemd voor een Ierse onderneming die ze gaat verhuren aan luchtvaartmaatschappijen. De Ierse firma heeft, behalve de 40 nu bestelde toestellen, ook nog een optie genomen op 60 andere toestellen. De Amerikaanse ambassade in Wenen, daar hadden de ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en van de Sovjet-Unie vandaag een bijna 3 uur durende ontmoeting. Het gesprek tussen Schulz en Shevardnadze is een eerste ontmoeting tussen beide landen na de mislukte top in Reykjavik. Er is daarom zeker gepraat over hoe dat nu zo fout is gelopen. Morgen ontmoeten de beide heren elkaar nog een keer. Het weer voor morgen: veel bewolking, af en toe regen, maar overdag ook nu en dan zon en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur rond de 11 graden. Dit was het laatste journaal van 5 november. Dames en heren, goedenacht.